Welkom bij Vogelen met Limosa. Ik ben weer eens een weekje in Exlo in Drenthe en daar zie ik vaak vogels die ik in de buurt van Haarlem niet zie, zoals deze zwarte roodstaart. Dit is een mannetje, hij is ongeveer zo groot als een roodborst. Een kenmerkend verenkleed is dat roetgrijze verenkleed met een witte vleugelvlek en een bijna zwart masker. En hij heeft een mooi klein spits snaveltje wat een insecteneter verraadt. En hij heeft een roodbruine staart. Dat kun je nu niet zo goed zien. Ook dat trillen met het staartje en de hele tijd die buigingjes maken is kenmerkend voor de zwarte roodstaart. Misschien gaat hij nog even vliegen. Dan, hij vindt een insect. Kijk, dan kun je mooi heel even dat rode staartje zien. Het is een echte vogel van Oost-Nederland. Ook al komt hij in het westen ook wel voor. En hij lijkt best wel op zijn neefje, de gekraagde roodstaart, die we in Vogelen met Limosa 23 zagen. Maar die houdt heel erg van bossen en parken en groen. En de zwarte roodstaart niet. Die houdt van stenige omgeving, steden, industrieterreinen, havens. En hier zit hij bij een nieuwe boerderij met allemaal betonplaten en veel steen. Als het groen wordt, dan vertrekt hij en daar kan hij niet zo goed tegen. Hij is een heel algemene broedvogel in de heuvels van Frankrijk en Duitsland. En in Nederland is hij met 15.000 broedpaardjes, laten we zeggen, niet zeldzaam. Kijk, daar zie je ook nog een heel klein beetje dat rood aan zijn staart. Dit is een late, want ze trekken over het algemeen naar Zuid-Europa en Noord-Afrika terug. En het is nu oktober, dus hij zou kunnen blijven, een enkeling blijft ook hier, maar de meeste die vertrekken naar zuidelijke streken. Dit is een vrouwtje. Je ziet, die is overal ook zo grijzig, grijsbruin gekleurd, maar die mist de witte vleugelvlek en het masker. Vrouwtjes, gekraagde en zwarte roodstaart, die lijken behoorlijk veel op elkaar, maar de zwarte is veel grijzer. Erg leuke waarneming. Dit is de witte kwikstaart, een mannetje, wat je kunt zien aan de hele mooie, heldere, scherpe tekening van het wit en het zwart en de afscheiding tussen het zwarte kopje en zijn grijze rug. Het is natuurlijk een heel kenmerkend vogeltje, heel algemeen in Nederland, eigenlijk overal in het platteland. We hebben hem eerder gezien in Vogelen met Balzager 18 en 30. Hij loopt echt, hij hipt niet zoals de meeste zangvogels. Het is een vogel die ook naar Zuid-Europa trekt, ook al blijven er wel een paar in Nederland. En dan kun je hem heel erg goed zien op akkers en landjes in grote groepen. Ja, wat een scheetje. Door mijn raam gefilmd, want op 2 meter van mijn keukenraam, dus ik kon niet naar buiten, deze middelste bonte specht. Heel kenmerkend die volledig rode kruin, zonder een zwarte bies zoals bij een jonge grote bonte specht. Dat witte open gezicht en een lichtroze anaalstreek, dat hebben jonge grote bonte spechten ook, maar niet meer in oktober. En dit is ook heel kenmerkend, dat die gewoon dwars op een tak zit zoals een zangvogel. We hebben grote bonte spechten en broertje dood aan, die blijven echt aan de stam geplakt. Een beige buik met zwarte streepjes, dat zie je ook niet bij grote bonte spechten, die zijn helemaal wit. En een dichte bandering van witte banden onder die grote schoudervlekken, ook veel dichter dan bij de grote bonte specht. Die zit ook veel strakker in het pak. Je ziet, het is toch een beetje rommelig jasje dasje. En een grote bonte specht, echt heel strak in zijn verenkleed. Je ziet ook heel mooi die stijve staart waarmee hij zich tegen de boom aan klemt. We hebben hem eerder gezien, dus kijk even voor meer details naar eerdere filmpjes. Erg leuke waarneming. Dat was hem, tot de volgende keer.